Deze podcast, Jane, wil ik beginnen met een Indiaanse legende. Oeh. Welkom bij de podcast Groeihonger, waarin twee learning experts, ondernemers en auteurs, Jane Bakker en Marco Gala, de diepte ingaan over leren, ondernemen en het leven. Fijn dat je weer luistert naar Groeihonger. Lekker dat je er bent. En we gaan het hebben over de kracht van verschillende perspectieven om je heen organiseren. Op verschillende manieren kijken naar dingen. Maar laten we beginnen, Marco, met jouw legende uit India. Ja, het gaat over zes blinde mannen. Oh, en een olifant. Oh! <laughs> ja, die zes blinde mannen hebben dus nog nooit een olifant gezien. En ze lopen nu ter een olifant aan en ze krijgen de gelegenheid om uit te vinden wat een olifant nu eigenlijk is. Oké. Okay. Dus die eerste blinde man die loopt naar die olifant toe. En die loopt tegen die buik aan. Mm. En hij voelt aan die buik. En hij denkt, ja, een olifant dat lijkt gewoon op een, op een grote sterke muur. Een massieve muur van gedroogde klei. Mm. De tweede man, die loopt tegen de slachtand aan. Oeh. En hij voelt aan die slachtand. En hij denkt rond, scherp. Jongens, dit moet gewoon een speer zijn. Een olifant is een speer. Een speer, Duidelijk. een olifant speer. De derde, die komt uit bij de slurf van de olifant. En die voelt en die voelt en denkt, ja jongens, een olifant is een slang. Oh, ja. Eh, eh, logisch, ja. toch? Logisch. Nou ja, de vierde, die komt aan de achterkant uit van die olifant. Krijgt die zwaaiende staart in zijn gezicht. Au. Hij voelt eraan. En denkt, jongens, een olifant, dat moet wel een zweep zijn. De, vij de vijfde man, die loopt tegen, de poot, tegen een van de poten van die olifant aan. En hij voelt eromheen, hij voelt, hij voelt. En denkt, jongens, een olifant, dat kan... Kan niet anders dan een boomstam zijn. Een boom, een slang, een speer, een muur. Oké, okay, ja. En dan hebben we nog eentje, want er waren de zes immers. Dus deze zesde man was ook de langste man, overigens van het stel. Die loopt naar die olifant toe en die komt uit bij een oor van de olifant. Ja. En hij voelt aan het oor. En ik, jongens, een olifant is gewoon een waaier. Vervolgens worden alle zesde mannen worden bij elkaar gehaald. Want het is natuurlijk leuk om over hun ervaring te praten. En wat is nou eigenlijk een olifant? Dus ze worden bij elkaar gehaald en ze gaan vertellen over wat ze hebben gezien. en wat zij denken dat een olifant is. Nou ja, is. gezien, gevoeld. Gevoeld, ja. sorry. <laughs> en ze blijken allemaal een totaal andere invulling te, te hebben gegeven. aan wat een olifant eigenlijk is. Mm. En binnen vijf minuten slaan de ruzie. Wat heftig. Ja. Dus de moraal van het verhaal is, je krijgt ruzie als je aan een olifant voelt. Nee, dat lijkt me niet. Een olifant is super gevaarlijk voor de relatie. Ja. Nee, het, het is natuurlijk, je ziet allemaal maar een klein stukje van de totale werkelijkheid. Ja. Maar je blijft hangen in je eigen wereld. Je denkt dat je het allemaal weet, maar geen van allen heeft de hele olifant gezien. Ja. En uiteraard is dit een bekend fenomeen. fenomeen. Ja, ja. Een bekend iets. Het, het, we kennen allemaal dat we, we, we weten cognitief gezien inderdaad allemaal. Dat je allemaal verschillende visies hebt op de realiteit. Precies. Uh, we weten ook uh, uit nou, ongelooflijk veel onderzoek: dat hoe meer diversiteit, diverse blikken, diverse perspectieven er zijn in een team, hoe meer dat team productief is. Hoe innovatiever het team is. Enzovoorts. We weten ook dat als je bijvoorbeeld in Amerika gaat kijken naar het, uh, het juridische systeem. En je hebt een, um, een, een, een groep met jurors, hè, met, uh, uh, met de jury. Als daar veel diversiteit in zit, is de kans dat ze met een juiste uitspraak komt, komen. Significant hoger dan dat het allemaal dezelfde mensen zijn. Allemaal dezelfde leeftijdscategorie. Allemaal dezelfde kleurhuid. Allemaal dezelfde perspectieven. Dus ja. we weten dat we. Dat we dat nodig hebben. En, en, en waarom gaan we het over die verschillende perspectieven hebben in relatie tot groei hoor? Nou, ik denk dat een van de grootste krachten die een team, wat je net eigenlijk verteld, kan hebben, is dat, er, dat je situaties aanvliegt vanuit verschillende invalshoeken. Ja. Want, want we weten dat we vanuit onze eigen wereld denken, dat is onze waarheid. Maar dan heb je maar één waarheid. Dus dan heb je maar één deel van de olifant, om het zo even te zeggen. Ja. En dus je komt nooit bij het, het totale, de totale situatie, de totale olifant. Ja, dus het gaat over verschillende perspectieven hebben en het ook zo organiseren dat jij dus niet de enige bent die naar de wereld kijkt. Want uh, alle hersenonderzoek ongeveer wat hierover gaat, toont aan. We blijven in ons eigen bubbeltje. We zien wat we zelf willen zien, wat we herkennen. Ja. En het is zelfs zo dat er uh, beweringen zijn dat uh, je. Iets wat helemaal nieuw is, alleen kunt zien in relatie tot wat je al weet. He, dus als er iets, iets stel dus er landt nu een ruimteschip. Dan kan ik dat een soort niet waarnemen, omdat het zo anders is. Tenzij het bijvoorbeeld een gelijkenis heeft met een bus of een NS-trein. En ook geel is. En dan kan ik gaan denken: oh, dat is ook geel. Dus dat zou een voorwerp kunnen zijn. Maar je kunt niet iets zien wat je nog nooit gezien hebt. Dat kun je een soort niet registreren. Omdat hoe je brein werkt is. Ik vergelijk alles wat er binnenkomt met wat ik al weet. Dus alles wat ik al weet. Dat kan ik herkennen, maar alles wat ik niet weet, herken ik niet. Ja. Dus als je soms in situaties komt die we allemaal herkennen, waarbij je het even niet meer weet, zijn dat dan de situaties waarbij je met echt iets nieuws. Te maken krijgt. Dat, dat zou best wel kunnen. Ja. Ja. Dus, dus stel er komt een nieuw stukje informatie op je af en je denkt, hè, wat raar. Ja. Of, je, of je merkt dat je brein het gelijk wil verwerpen, dan registreert hij het of dus al niet. Of hij, hij denkt, dit klopt niet met wat ik al weet. Nee. Dus ik gooi het weg. En dus dan, dan, ben ik de, de, ja, de, dan ben ik de blinde man die uit India, uit de legende, die ja. de staart had en iemand begint over een slang. Nou, het is veel te dun voor een slang, zeg ik dan. Ja. Omdat ik de staart had. Ja, precies. Ja. ja, en dan moet je dus. Dus dan worden er nieuwe. Perspectieven gebouwd, zou je het zo kunnen zeggen? Ja, dan moet. Je, ja, ik, ik denk dat, dat deze hele podcast een, een oproep gaat zijn om te zorgen dat je gaat leren van anderen. Ja. Dat je gaat zorgen dat je luistert en ziet hoe is het in de schoenen van die ander. Ja. Ik denk dat dat een, een, een hele belangrijke is. Ik weet nog dat wij um, we waren in bank ook aan het trainen. En ik stond volgens mij voor de groep en ik was een uh, storytelling aan het doen. En, uh, en we hadden daarvoor ook al getraind met storytelling. En storytelling is natuurlijk een van de krachtigste methoden om, ja. om, om, om effecten te sorteren in grote groepen. En het ging over een, uh, een groot bedrijf met 250.000 mensen. En daar wilden we verhalen naar binnen brengen. Dus we hadden een hele aantal trainers naar Bangkok gehaald. En waren ook trainers uit Vietnam. En ik was een beetje streng geweest. Ik had gezegd, nou, uh, van deze storytelling mag je echt niks wijzigen. Maar misschien alleen het drankje dat je erin drinkt of zoiets. En um, toen, uh, op een gegeven moment zeiden die mensen uit Vietnam, dat waren twee trainers, die zeiden, Shana, we have a problem. Uh, wij <laughs> hebben, want in het verhaal zat een deur en een deurbel, wij hebben geen deur, of nee, wij hebben geen deurbel, zeiden ze. Ik zeg, nou, oké, okay, so how do people come into your house? Do they knock on the door? Then you change it, ik was een beetje snel, uh, verander het maar, in, dat ze aan de deur kloppen. Ik dacht, geen bel betekent kloppen op de deur. Toen zeiden ze, oh, ging die hand weer omhoog. Heel beleefd, hè? Uh, sorry, we hebben nog steeds een probleem, want ze kunnen ook niet op de deur kloppen. Uh, oh, oké, okay, hoe komt dat? Ja, er is geen deur. Oh, er is geen deur. Oké. Okay. Uh, en het, het punt van het verhaal was dat er iemand te vroeg binnenkwam uh, in je huis. Dus toen zei ik, oké. Okay. Toen ging ik pas luisteren. Hè? Want ik dacht, ja. ik zat dus gewoon vast in mijn eigen verhaal. Ik, ja. er, is, er is een deur met een deurbel. Oké, okay, er is geen deurbel. Nou, dan is er een deur. Uh, nee, er is ook geen deur. En toen zei ik, van, hoe, kon, hoe zien jullie dan? Toen ging ik luisteren. Als iemand te vroeg bij je binnenkomt, ja, dan staan ze dus in je woonkamer. Oké, oké, wauw, oké. Wat bijzonder. Ja, zo is het dus. Ja. Um, en dat heeft me verschrikkelijk veel ook geleerd over, over hoeveel verschillende in culturen, in wonen, in huizen zitten, waar ik nog nooit bij stil heb hoeven staan. Ja. En als je me je van tevoren zou hebben gevraagd, realiseer je je dat mensen in andere soorten woningen wonen dan jij? Had ik allemaal gezegd, ja, weet ik, Tuurlijk. weet ik, weet ik. Maar zover het echt doordenken en het echt horen en echt luisteren, dat is nog best moeilijk. Ja, ja ik weet bij, dat, bij, dat, bij diezelfde stories zijn we er allerlei dingen aangelopen. Ik weet ook nog dat we ter aanliepen van. Um, de tijd dat je een feest gaat geven in de story. Dus dan, wij gingen vanuit onze Nederlandse mindset gingen we erin, hè, van ons Nederlands perspectief. En in Spanje zeiden ze toen van: wij beginnen helemaal niet om vijf uur. Bij, bij ons komen ze veel later. Dat ja, komt, dat komt tien uur kan het, Gaat het pas als aan. Ik, ja, als ik een verhaal vertel dat mensen om vijf uur bij me op de stoep staan. dan klopt Bizarre het verhaal. Niet. Ja. Dus, dus dat was wel, uh, wel heel grappig. Wel, als je ons van tevoren had gevraagd. Uh, hoe laat gaan Nederlanders eten. hadden wij gezegd: nou, de gemiddelde Nederlander. toch wel tussen half zes en zes uur. Ja. Dat weten we. En we weten dat het in andere landen anders is. En toch moet je het een soort horen en voelen. Ja. om tot een ander perspectief te komen. En dat vind ik wel interessant. Want. Wat jij begon er al mee van op cognitief niveau weten we het dus. Ja. Er zijn heel veel onderzoeken gedaan. We kunnen, we kunnen niet alles vatten. Ons brein is gewoon niet capabel om alle uh, informatie, om alle prikkels naar binnen te, en, en, te verwerken. Dus, dus we moeten heel veel dingen laten gaan. Ja. Dat weten we inmiddels. Maar om dat echt... Toepassen en dan open te staan voor de inzichten van andere mensen die vanuit een heel ander perspectief dingen aan hebben gevlogen. Dat is nog wel een ding, hè, Jana? Ja, want wat, wat waar het om gaat dan is, kun je je verplaatsen in de schoenen van een ander en wat levert dat op? Hè? Want de podcast heet niet voor niets Groeihonger. Ja. Uh, nu kunnen we denken, ja, interessant dat ze geen deur hebben in Vietnam. Wat heb je eraan? Ja. Interessant dat ze in uh, Spanje hun feestjes hebben. beginnen. in mijn wereld te heb te ik er nog steeds niks aan. Ja. Nee, precies. Dus, dus. Dus het gaat niet om interessante feitjes verzamelen of interessante nee. ervaringen. Nee. Maar het gaat om het fundamentele besef dat een ander heel anders naar de wereld kijkt. Ja. En wij hebben ook wel eens een discussie gehad. Ik, ik ben dan, uh, ik ben lesbisch en jij niet. Ja. <laughs> jij valt wel ook op vrouwen, ik, ja, dat delen ja. we. <laughs> um, en, en dat we het hadden over, terwijl jij hebt dat ook in je omgeving, hè, dus je bent ermee bekend. Maar dat we het bijvoorbeeld hadden over coming out. En de meeste mensen denken over coming out, dat dat eenmalig is wat je doet. Hè. Je ja. vertelt het aan iedereen die je kent en dan weet je het. Uh, en dat jij echt wel een beetje volgens mij in shock was dat ik vertelde, ik moet gemiddeld nog vijf keer per week een coming out doen. Ja. Want ik ontmoet allemaal nieuwe mensen en hun aanname over mij is, wat doet je man? Ja, daar was ik echt totaal niet ja. mee bekend. Ik had er ook nog nooit bij stilgestaan. Nee. Dus, dus ik merk ja. dat ik heel gevoelig ben. Uh, niet dat het voor mij een probleem is, want ik weet het. Maar het is wel altijd even een moment van... oké, okay, nieuwe klant, ja. belangrijk moment. De grote directeur schudt mijn hand. Ja. En ik zeg tegen haar... Uh, oh, wat leuk, ik zie foto's van je kinderen, blablabla. Bla bla. Oh, en uh, wat doet jouw man? Ja, precies. Nou, ik heb ja. geen man. Ja. <laughs> uh, het is altijd een moment dat ik even een soort voel... Oh, ik ben toch net even anders dan de rest. Ja. En, en jij houdt eigenlijk nu geen rekening met mij. Het is een split second, maar het maakt wel dat ik sensitiever naar de wereld ben en dat ik nooit zal beginnen over wat doet je man? Dat ja. zal ik nooit vragen aan je ja, man. en als je dus dat, als dat niet in jouw eigen wereld heeft gezeten, ja. dan zie je dat dus ook niet. Nee. Ja, want ik, 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 ik had er niet eens over nagedacht. Nee. Uh, ik denk, nou ja, oké, okay, dus je houdt van mannen of je houdt van vrouwen. Prima. Nou. ...doe je zo moeilijk? Ja. En, 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 en hou er gewoon van. Ja. ja. En, 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 en toen dacht ik... Sterker nog... ...ik heb ook wel eens gedacht van... ...ik vind wel dat er... ...hele toestanden voor worden gemaakt. Ja. Um, want het is gewoon jouw keuze. Klaar. Ja. En uh, totdat je inderdaad vertelde... ...wat er in je hoofd uh, ging... ...en uh, omging... En, ...en wat er ook vanuit de buitenwereld... ...hoe er naar je ja. gekeken werd... ...en hoe er gereageerd werd. En pas dan... ...ga je vanuit een ander perspectief... ...en ik weet ook dat... dat Daardoor bijvoorbeeld, ja. als ik nu een, um, een training doe, dan hou ik ook rekening met de voorbeelden die ik geef, omdat ik ook vanuit jouw perspectief wil denken ja. en dat ik niet alleen maar zeg van, oké, okay, uh, mannen, vrouwen, maar dat je dus ook twee vrouwen of twee mannen uh, als, voorbeeld, als, of, als voorbeeld of als voorbeeld kan stoppen. Ja, ja. dus ja, ja. dat ik veel meer op partner. Ga zitten. Ja. He, het bedoel als partner. Ja. Dan als man of vrouw. Ja. En, en dat is zo'n winst voor alle mensen die. Want jij ja. staat voor heel veel zalen uh, en heel veel webinars. Uh, en hebt heel veel mensen erin. En en al die mensen die daarin zitten die in mijn team spelen, ja. die voelen hem en die horen. Ja. Hem en die horen. Ja. Oh, ik hoor erbij. Ja. Ik hoor erbij bij deze ja, man. Want je hoort het als je er niet bij hoort. Al zal ik maar één persoon in heel die zaal ja. hebben. Die daarmee geholpen is en ja. die dat fijn vindt, ja. dan heb ik al uh, gewonnen, vind ik. Maar dat kan alleen als, omdat die wereld voor mij een soort toegankelijk werd ja. toen jij erover vertelde. Ja. Maar als jij dat niet had gedaan, dan, ha, dan had ik me er zelf in moeten verdiepen of, of ja. op zoek naar moeten gaan. Ja. Uh, want anders had ik het gewoon niet geweten. Nee, want je denkt, hoe we denken, is ik. Ik zie de wereld en ik snap de wereld. Ja. En, uh, ja. en, en jij was zeg maar superliberaal, al van ja, het maakt niet uit op wie je valt. Nee. Uh, dus jij denkt, daarmee is het klaar. Ja. ja bijzonder. Ja, precies. Bijzonder. En, en datzelfde ja. geldt natuurlijk van de, de kleur van je huid of wat ja. ook maar. Ik kom op. Weet je. Ik heb laatst had ik een uh, gesprek met een aantal mensen over, over diversiteit. Ja. En daarin zei ik hoofddoekje. En toen vroeg, uh, en het was echt een vet leuk gesprek, echt gaaf. En toen vroeg een van die mannen, mag ik jou iets leren? Uh, ik zei, tuurlijk. Dat is altijd een spannende vraag. Hè. Mag ja. je iets leren? Dan word je ja. eigenlijk getest op je groei, jongen. Ja. <laughs> je jij denkt van binnen. Ah! Leren, ja. Ja. <laughs> ja. En uh, uh, hij zegt, uh, uh, je zegt uh, hoofddoekje. En daarmee verklein je iets wat misschien voor sommige anderen heel belangrijk is. En dat doen best veel mensen. Ja. Zou je hoofddoek willen zeggen? Ja. Ik zeg, pot voor Tori. Ja, dat denk ik ook niet na. Wat, ja. wat heftig. Ik ben het een ja. soort aan het vergoelijken, aan het verkleinen, alsof ja. het niet zo belangrijk is. Terwijl. Voor sommige mensen is het superbelangrijk. Ja. Waarom doe ik dat niet? Ja, ja. ja en, en, maar dat begint dan ook bij dat jij openstaat voor andere perspectieven. Dus het makkelijkste is natuurlijk om bij je eigen waarheid te houden. Ja. En gewoon te denken van nou, hoofddoekje, ja. hoofddoek, koop op zeg. Ik, ik benoem het ja, tenminste. Ik ja. Ja, 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 toch zo. Ja. Dus, ja. dus het, het begint ook wel bij je eigen besef van jongens, als dat als dat vanuit jouw perspectief belangrijk is, dan ja. moet ik daar wat mee, of ja. dan wil ik daar wat mee. Ja. Hè? Dus dat is, dat is een belangrijke eerste stap. Hè? Ja. Nou, en... Ik had het ook. Ik had het ook bij mijn trainers. Ik, ik geef een trainer-trainerjaartraject. Daar zitten veel trainers in. Um, en uh, op, soms is het natuurlijk de Ramadan. Ja. En dan weet ik dat er een aantal mensen niet gaan eten. En, en dat was al een paar jaar aan de gang. En dat ging prima. Niemand klaagde. En op een gegeven moment merkte ik dat het eten wat we die dag hadden best wel sterk rook. En dat ik dacht. En ik was toen aan het lijnen. En dat ik dacht: Hé, hey, ik vind het eigenlijk onaangenaam om in deze geur te zitten. Hoe is dat eigenlijk voor hun? Dus ja. ik. Stapte op ze af en ik vroeg... en ze zeiden allemaal... nee, nee, het is oké, okay, nee, nee, het is oké. Okay. Toen dacht ik, ja, ik zou ook antwoorden... nee, het is oké. Okay. Ja, precies. Maar ik, heb, ik dacht, potvertooi ik heb niet invoelend geweest... ik heb niet geluisterd... ik heb niet... zij hebben het niet durven zeggen. Uh, uh, en ik heb een andere ruimte ingericht. En toen dacht ik... en waarom heb ik hier geen gebedskleedjes? Want, want je gaat niet bidden... nou ja, sommige mensen wel... maar je, je gaat niet bidden tussen allerlei... je wil dat even privé doen, sommigen. Ja. Dus dat heb ik toen ingericht. En ja, dat de reactie daarop was dat ik echt me schaamde voor dat ik dat niet eerder had gezien en gezegd en gevoeld. Ja, terwijl je wat je had gedaan met het, met het eten met heel veel geur erin, ja. dat kwam natuurlijk vanuit jouw perspectief ja. met, met hele goede bedoelingen. Ja. Want je hebt natuurlijk 's ochtends heb je natuurlijk lopen knallen. Ja. En en dan Ik kom, had een fantastische soep. Dan kom je, <laughs> ja, dan kom je lunch tot, bij de lunch en dan wil je natuurlijk mensen inpakken. Vandaag dit heb je wel ja. verdiend. En het uh, moet lekker geuren. Je moet er een trek van krijgen als je ruikt. Dus dat was vanuit jouw perspectief natuurlijk met de beste bedoelingen. Ja. Maar, maar je de je... beste bedoelingen zijn dus niet goed genoeg. Nee, ja, nee. vanuit jouw perspectief ja. wel. Ja. Maar als je het naar een hoger perspectief trekt Oeh. en daarin andere perspectieven meeneemt, ja. dan kun je wel eens uh, verkeerd zitten. Ja. En, en daar kwam je dus achter. Ja, ja dat is wel gaaf. Ja. En, en ik denk dat dat. Uh, dat, dat we daar vaak nog moeite mee hebben. Met dat naar een hogere perspectief trekken. Ja. Van, 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 waar we eigen, van onze eigen wereld. Ja. Ja, dat heeft heel erg, denk ik, te maken met. kan ik me inleven in de ander? He, kan, ik, ja. kan ik daarin. In, in, in zien. en voelen wat de ander voelt? Ja, en, en, ja, en dat, en dat kun je eigenlijk niet. Uh, maar, ja. maar je kan wel proberen. Want je leeft niet in hun wereld. En uh, de andere is. Um, kan ik de, de empathie... en de andere is, ben ik bereid te luisteren? En op het moment dat iemand iets gaat vertellen aan mij... kan ik mij dan in de leerlingstoel zetten? Ja. Ik denk dat groeijonger heel erg gaat over... willen snappen hoe het voor de ander is. Hoe is ja. het in jouw wereld? Hoe, hoe voelt dat? Wat durf je me niet te zeggen? Ja. Uh, uh, en ook kijken naar... Ik zeg ook altijd, nee joh, maakt niet uit. <laughs> Als iemand zegt, uh, ja, uh, je man... En wat is de ja, naam van uw, van uw man? Uh, uh, nee joh, maakt niet uit. Ik, bijvoorbeeld, ik ben dan... Uh, 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 bij sommige uh, reisorganisaties ben ik een soort platinum. En dan, en dan iedere keer weer zeg ik... Mijn partner vliegt ook mee. En dan altijd is het mijn man. Dan denk ik, bij die platinum zouden ze toch een soort... Ja. Mij moeten registreren en dat moeten weten. Waarom? Ja. En dan, maar dan zeggen ze het en dan zeg ik... Nee joh, maakt niet uit. Geen probleem. Ja. <laughs> en en, en ik, doordat ik die reactie vaak geef... Ben ik getriggerd als ik die bij een ander hoor. Dat ik denk... Oh, niet, oh, goed, niet goed, niet goed. Alarm. ik doe het niet goed. Ik ja. luister niet, ik hoor niet, ik sta niet open. Ja, ja. ja dus volgens mij begint het heel erg bij... Eh, niet, niet zozeer van, van... kan ik me in die ander verdiepen? Um, maar maar wil, wil ik me vooral ja. in die ander verdiepen? Ja. Hè? En, wil ik, en wil ik daar wat mee doen? Want, ja. want soms betekent het ook dat het... Uh, ik bedoel, als we teruggaan... want dat is wel een mooi voorbeeld... Ja. naar jouw lunch... Ja. dan moet je je eigen lunch... vanuit jouw... ...gedachte vanuit jouw perspectief was dat de perfecte lunch, ja. Maar die perfecte lunch moet je dus aanpassen om het voor iedereen leuk te ja. maken, ja. En, en, uh, en ben je daartoe bereid, ja, precies. Ja, en en ik denk zelfs dat als stel dat een van hen uh, uh, van de mensen die uh, meedeed aan de Ramadan uh, uh, dat zij tegen mij hadden gezegd, nou vindt wel heel sterk ruiken die soep, ja. Ik denk dat ik dan in de verdediging was geschoten. Ja, ik doe ook mijn best. Ik heb mijn best gedaan voor iedereen die wel eet. Uh, ja, uh, weet je. En misschien was ik daarna wel wakker geworden. Ja, maar ja, ja, dat ik, ik denk dat het dat het dat dat groeihonger hebben is openstaan en luisteren. Hoe is het voor jou? En hoe is het echt voor jou? Ja, ja, ja. ja omdat je wil weten van hoe is het vanuit jouw wereld? Precies. En 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 uh, ik denk wel dat ik het goed doe, maar doe ik het wel goed? Ja. En, en, en dan ook inderdaad gaan kijken met wie omring ik mij? Waar zoek ik mijn vrienden uit? Ja. Waar zoek ik mijn collega's uit? Uh, zoek ik, heb ik allemaal mensen die hetzelfde vak beoefenen als ik? Hebben ze allemaal dezelfde kleur als ik? Hebben ze allemaal dezelfde religie als ik? In hoeverre zorg ik ervoor dat mensen ook die niet op me lijken. ook kunnen bijdragen aan mijn groeihonger? Ja, ja. Hoe, hoe, word ik, hoe laat ik me daardoor voeden? Ja, ja. precies. Ja, sterk. Ja. Ik weet nog dat we, we zaten in. Volgens mij waren we toen in Washington met z'n allen, met de ja. hele groep. Uh, gingen we ook uh, een presentatie doen. Ja. En toen was er iemand bij ons en ik vond het heel sterk. Ja. Die zei toen tegen ons van... Uh, Rafi bedoel je, denk Raffi ik. Rafi was ja. dat, ja. ja. Rafi zei toen, ja, mijn vader heeft, heeft me altijd opgevoed vanuit... Um, Rafi, ik heb je heel veel geleerd van, vanuit mijn wereld, ja. van wat ik weet. Ja. Maar je moet nu vooral zoeken naar mensen die anders zijn dan ik die een andere religie hebben, ja. andere landen hebben geleerd. andere culturen. Ja. Want ik weet niet alles. Ja. Bij mij hier stopt het bij ja. mij, maar er is nog heel veel meer en je moet contact maken met die andere werelden om zelf de beter van te worden, om om ja. om, om, om het meer te snappen. Ja. Ik vond het zo een gave uh, ja iets wat iemand uit opvoeding al mee heeft gekregen ja. en dat merkte ik vond ook dat je dat merkt daarna. Zij ja. was ook echt iemand die Open stond voor alles in iedereen. Ze was lief voor iedereen. Ja. En, 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 zij, en zij aarzelde ook niet om ons op te voeden. Want ik weet dat ik één avond met haar een, een drankje dronk, nog even na afloop van een van de webinars, seminars die we hadden gevolgd. En dat ik uh, dat ik iets, iets zei van, van. Want Black Lives Matters was uh, erg aan de hand. Hè? En uh, dat ik uh, aan haar vroeg: Hoe is dat voor jou? Zij is Indiaanse. En, uh, en Engelse. En uh, zij heeft mij toen verteld, en daar was ik echt echt van geschokt dat zij voor een Indiaase een te donkere huid heeft en dat er dus in dat er dus door de de witte dominantie op aarde dat er dus onderscheid wordt gemaakt tussen oké okay, je bent Indiaas maar je ben je een lichtere variant of een donkere en je bent dus meer waard op de huwelijksmarkt voor een uh, als je wat lichter bent en dat het daar binnen wow. dus gebeurt dat, dat dat we, dus, zo een, een, een cognitieve bias hebben aangelegd in de wereld dat, dat de lichtere huid echt altijd wel beter is, want dan ben je dus beter omdat je minder pigment. Ik, ik, ja, maar ik, ik schrok ervan. En ja. maar, maar doordat zij zo in het leven stond, kon ik ineens daar een vraag over stellen en ook opgevoed worden, ja. Ja, ja, dat soort dingen, dat, dat, dat ligt totaal buiten ons, uh, ja. ons zichtsveld natuurlijk. Ja, daarin zitten wij gewoon helemaal fijn in onze witte bubbel. Ja. <laughs> en dat gaat gewoon hartstikke goed. Ja, ja. ja bijzonder is dat. Ja. Um, als, je, als ik even terugdenk aan. aan uh, uh, als ik het vergelijk met, met, met het bedrijfsleven. Ja. En dan het eerste wat bij me opkomt is dan uh, Stephen Covey. Ja. En die had het over synergie. Mm. Dat was eigenlijk dat was de nummer 6 habit van zijn bekende, eh, volgens mij nog steeds het, het meest uh, succesvolle leiderschapboek. Ja. Um, en dan had hij het over synergie. En daarin zegt hij voornamelijk ook dat verwelkom verschillen. Mm. En volgens mij was dit de basis van, van die habit 6 van synergie. Ja. Wat denk jij daarvan? Ja, hele goede. Ik denk dat het niet alleen gaat over het accepteren van verschillen, nee. maar het verwelkomen van verschillen. Ik denk dat ja. dat een, een groot uh, verschil is. Want accepteren betekent van nou, jij bent dus niet de meerderheid, maar oké, okay, oké, okay, ik accepteer je. Ja. Uh, en ik denk dat verwelkomen betekent, wauw, hoe zie jij de wereld? Wat gaaf dat jij erbij bent? Wat gaaf dat jij anders kijkt dan ik? Wat kan ik daarvan leren? Ja, precies. Want. want want even, even vanuit economisch perspectief, om hem een hele andere kant op te tikken. Het is natuurlijk als jij ondernemer bent, of dingen maakt, of voor groepen staat, of, of een verschil wil maken in de wereld, de wereld een stukje mooi wil maken. dan wil je dat voor alle mensen. Dan wil je ja. dat niet voor, nou alleen die en die community. Je wil, je wil dat het. Dus je wilt eigenlijk zoveel mogelijk mensen aanspreken. En als je dan niet zorgt dat jij snapt hoe al die verschillende mensen in elkaar zitten, en, en vanuit welke. En, en niet even in hun schoenen gaat staan, dan, dan ben je iets aan het maken voor mensen die op jou lijken. Ja. ja, dus het gaat niet eens alleen over verwelkomen, maar het gaat misschien ook nog actief op zoek ja. naar verschillen, verschillende ja. mensen bij elkaar halen. Eigenlijk ja. hè? niet mogelijk op je pad komen en oké, okay, ik accepteer je. Uh, niet mogelijk nee. op je pad komen en ik verwelkom je, maar ook wat zie ik om me heen en, en van wie kan ik leren? En hoe kijk jij naar de wereld? Precies. Dus als je kijkt naar een. Laten we zeggen, een team van leiders. Ja. Uh, dan wil je dat dat mensen zijn die verschillend zijn. Nou, is elk mens verschillend, maar we hebben het, we hebben het nu over echt totaal verschillende werelden waar ja. die mensen naartoe komen. En die wil je bij elkaar hebben, want daarmee maak je het compleet. Eigenlijk, als je teruggaat naar de India's legende, om het ja. je te zeggen, ja. dan, dan wil je mensen bij elkaar hebben. Uh, hè, zes mensen, de een, waarvan de ene de. De, de, ja. de, 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 de slurf de de geeft de andere de poten. Ja. De ander, zodat je de totale olifant uiteindelijk ja. uh, in beeld kan brengen. Ja. En als je die totale olifant. dan, ben je, dan is een rijkdom. dan zie je het geheel. Ja. en dan kun je genieten van dat mooie dier. Ja, ja, ik, weet, ik weet dat er laatst een, een TikTok-trend was. Uh, ik ik hou TikTok erg bij, omdat vanuit mijn groeihonger denk ik dat dat een platform is dat enorm groot gaat worden. En dat is het al aan het worden. Maar ook ja. business wise. Hè, want vroeger was het voor dansjes voor kinderen, dat is het al lang niet meer. Er was een trend dat een, uh, iemand stelt dan een vraag en dan knip je een stukje uit die vraag en geef je antwoord op de vraag. En dan had iemand gevraagd: uh, ladies, dames, wat zouden jullie doen als er 24 uur geen man op aarde waren? En die man had daar. Van gedacht dat hij het antwoord wel wist. Maar wat al die vrouwen antwoordden massaal, tot mijn grote schok, uh, was: ik zou 's avonds in het park gaan wandelen. Nee. Ik zou mijn sleutels niet in mijn hand houden. als ik 's avonds naar mijn auto loop om het wow. te kunnen verdedigen. Er kwamen zo massaal veel voorbeelden van hoe. Bedreigd vrouwen zich eigenlijk voelen en hoeveel maatregelen ze nemen om over straat te kunnen lopen, of s'avonds in een park te gaan zijn, of niet een andere route te kiezen waar meer verlichting is, dat echt bijna al die mannen die dat weer zagen, daar weer een video over gingen plaatsen. Van oh my god, I'm in shock. Als er geen mannen zouden zijn, zouden jullie je veilig voelen. Ja, dat is wel <laughs> wat. Ja. ja, dat vind ik wel heftig. Ja, ja ik had er ook niet zo best stilgestaan dat het zo heftig Ik wist wel dat. Dat het, dat het voor vrouwen een, een, een veiligheidskwestie was. Ja. Maar zo heftig gaat ja. het niet. Ja, uh, de Bokker, hè? Ja. ja. Dus het, en volgens mij kun je dat ook alleen horen als je het als je openstaat, als je het opzoekt. Um, en als je dus bereid bent om aan te nemen hoe het voor die ander is, dat je niet dan zegt, nou dat kun je hem al zeggen, maar ondertussen ja. uh, heb ik een hele andere mening en dat je meningen gaat uitwisselen, want dan krijg je natuurlijk, nee, ik voelde duidelijk een boom. Nee ja. nee hoor, ik voelde een slang. Precies. Nee, die boom voor mij die bewoog echt niet. Hij, die slang bewoog. Precies. Nee, dan heb je iets anders gevoeld. Dat kan niet. Ja. ja. En uh, wat misschien wel goed is om eens op in te gaan, hè, dat, dat, dus dan sta je open voor allerlei. Andere perspectieven, hè? Ja. Uh, andere inzichten. Het neigt bijna naar dat je dat je zelf niet meer ergens voor gaat staan. Mm, ja. Eh, van van Oké. Okay, dat ja, je alleen maar luistert. Alleen maar luistert. Ja, van nou ja, ja. oh, en zo zou het kunnen en zo zou het kunnen en die hebben ook gelijk. En ja. dat, dus. <laughs> dus waar is mijn houvast nu? Hè? Ja? Die valt. Die lijkt een dus soort weg te vallen. Ja. Hoe, hoe ga jij daarmee om? Uh, ja, ik ik denk dus dat dat een uh, effect van openstaan voor anderen is dat je meer gaat twijfelen uh, en dat je meer voorzichtiger bent en oplettend bent. Ja. Uh, ik weet nog uh, heel goed: uh, jij, jij begeleidde een restaurantketen, uh, fantastisch uh, iets, en ik dacht: weet je wat, ik ga daaruit eten voor roulinder verjaardag. En ik had uh, geschreven, uit gewoonte, uh, uh, van is er een speciale gelegenheid waarom je komt? Dat vraagt dat restaurant dankzij jou volgens mij, hè, dat ze daarom vragen. Dus ik schreef ja, we komen mijn partners verjaardag vieren. En ik had ingeschreven onder Sjane. En we komen aan, nou het zag er fantastisch uit. Er stond ook echt een waanzinnig mooie vrouw ons te verwelkomen. Bloemen, prachtig. Dus ik denk, woehoe, ik ga Rolien heel blij maken. En ik denk, ik ben benieuwd wat ze doen, omdat ze weten dat ze jarig is. Dus ik zeg, uh, ja, Sjane Bakker, uh, ja, ja. oké, okay, uh, jassen aangenomen. En, uh, en ik zie haar naar ons kijken en ik zie ineens dat ze ongemakkelijk is. En ik denk, wat de fuck? Waarom feliciteert ze niet? En ineens denk ik, shit. Ik heb geschreven vanuit Sjane, een vrouwennaam. En ik heb geschreven, mijn partner is jarig. Ja. En zij denkt nu, wie, wie, wie moet ik ja. feliciteren? Want ik had een man verwacht die ik kon feliciteren. En, en ik dacht, oh shit, mijn verrassing gaat niet goed. Zij dacht ook van, what the fuck. What the fuck, <laughs> ja. En wat ik zo gaaf vond, daarom kon ik zien dat ze door jou getraind was, maar. Uh, ze liep voor ons uit naar een tafel en op een gegeven moment had ze hem gevonden. Toen draaide ze zich om. Wie van jullie twee kan ik eigenlijk feliciteren? Ah, en ik keek ja. naar mijn uh, schatje. En de smile op haar gezicht. Dat het gevraagd werd. Was echt gewoon. Dat was het hele doel. Eigenlijk ja, kon er super. weer naar huis. Want dat ja. was het, het, de, de, het doel van het etentje. Ja. Dus, dus ik vond het. Dus, maar die vrouw zag je dus eigenlijk door de verbijstering. En dan niet opgeven gaan. En dus dan zoeken naar hoe doe ik het wel ja. goed. Ja. En dat vond ik zo fantastisch om te zien. En ja. ik denk dat dat misschien ook wel een antwoord op je vraag is. Ik denk dat, dat je dus een stuk. Als je gaat zoeken naar die, naar die verschillende perspectieven. dat je dus ook wat voorzichtiger en wat onzekerder wordt. Ja. Niet onze onzekerder over misschien hoe je dingen formuleert. hoe je dingen zegt over. Uh, hoe je over dingen denkt. Dat je misschien wat meer zegt. jongens, ik kijk er zo naar. Maar ik denk dat die twijfel die je daarin voelt. juist alleen maar oplevert. dat je dus meer gaat leren. en zekerder wordt van. en ik sta dus voor alle mensen. en ik ben. Ik ben er voor hen. Dus dat je, dat je, wat je verliest aan zekerheid, dat je dat terugwint aan warmte in je hart. Of ja, ik weet ja, niet of ik het goed du zeg. Dus, dus daarmee stel je jezelf kwetsbaar op eigenlijk. Hè? Ja. Dus, dus je zegt eigenlijk van jongens. Uh, dit is wat ik weet en ja. zoals ik ernaar kijk. Uh, ja. Maar dat zou best eens verkeerd kunnen zijn. Ja. Dus, dus uh, help me als dat, als dat zo is. Als dat ja. voor jou verkeerd is. Precies. Want dan sta ik er open om, om, om het leren. aan te passen. Ja. Om het te leren en om ja. het aan te passen. Ja. En, en, en dan kies ik weer mijn weg. Dus, ja. dus je we, je, de weg die je voor jezelf... De houvast die je voor jezelf gecreëerd hebt... Die heb je als houvast. Maar je staat open voor andere inzichten, ja. waarmee je bereid bent om die, die houvast um, aan te passen. Dus ja. die houvast is een soort flexibel geworden in, ja. in de loop van de tijd. Dat? Ja. ja, ik denk dat dat, hem, uh, dat dat hem is. En ik denk dus dat voor iedereen die groeihonger heeft... het handig is om af en toe te kijken naar... en wie bel ik altijd als ik een probleem heb? Ja. In hoeverre lijkt die persoon op ja. En ook als ik producten uh, lever of ik werk ergens... In hoeverre vertellen wij elkaar, iedereen met alle achtergronden is welkom. Ja. Uh, in hoeverre doe ik dat echt? Ik vind het bijvoorbeeld zelf heel leuk als ik een nieuwe klant krijg om in de receptie te zitten. Dan ga ik gewoon een half uur te vroeg. Ja. En dan ga ik om me heen kijken. En dan, dan zie je het verhaal van het bedrijf. Oh, alle mannen hebben een best wel een beetje fancy spijkerbroek. Met een bruine. Schoen met een werkje of een apart <laughs> vetertje. En een blauw geblokte of anders geblokte. Uh, uh, overhemd. En er zijn drie vrouwen. Oké. Okay. En alle mannen zijn wit. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dat is het verhaal wat dit bedrijf vertelt. En dan probeer ik me voor te stellen. Stel dat ik nu. in een punk-outfit. Punk naar binnen liep. Mijn huid was anders gekleurd dan die van hen. Wel, wat zou ik dan voelen? Ja. Ja, dan denk ik. En, en ook. Heb je geen zwarte klanten? <laughs> ja, precies. <laughs> ja. ja. Dus volgens mij is dat wel de. Toekomst waar, we, waar, we, waar je als je groeihonger hebt... kun je niet in een, in een bubbel blijven zitten. Nee, dan nee moet precies. moet je uit. Ja. Ja. Dus, dus, dus uh, ik kan me voorstellen... Als je, als je nu luistert... dat je denkt van... oké, okay, maar dan sta je er helemaal nergens voor. Zo zie ik het niet. Hè? Je, nee, je staat nee. wel degelijk ergens voor. Maar je beseft je ook... terwijl je ergens voor staat... besef je ook... Dat, dat waar jij voor staat... dat dat ook een, een soort... Draai kan krijgen wanneer je andere inzichten ja. hoort die jou weer doen groeien. En waardoor je dus een andere aanpak uh, ja. nodig hebt. En, ja. en vindt dat je dat moet veranderen. Ja, 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 ja. mooi is dat. Ja, ik weet dat, dat Google uh, het verhaal gaat. Ik heb er geen studie over gelezen, maar het verhaal gaat dat Google op een gegeven moment vertraagde in zijn innovaties. Dat ze dat vervelend vonden. En wat ze toen zijn gaan uh, doen, is dat ze. Uh, mensen uh, tijdens het interviewproces stelden ze altijd al een vraag: van joh, uh, ga iets waar je, waar je, ga eens even dit onderbouwen. En dan gaat ze een technisch iets, en dan moesten mensen onderbouwen. En wat ze toen zijn gaan doen vervolgens, is dat ze uh, een, een nieuw stukje informatie gaven. Dus iemand ging helemaal los. Ja, het zit inderdaad zo bij coderen, van duh, duh, duh. die ging helemaal los technisch. En dan gaven ze ineens een nieuw stukje informatie. Maar we hebben net dit ontdekt, waardoor dat debat of dat betoog wat die ander had opgehangen, niet meer opging. En um, uh, dan gingen ze kijken naar hoe reageert iemand hierop. En als iemand dan defensief werd, van nee, maar toch sta ik achter waar ik, wat ik achter stond. En, uh, dan gingen ze die niet meer aannemen. Want waar ze naar nou op zoek waren, was naar uh, ik durf doet... Oh, wauw, dat is ja. nieuwe informatie. Oh, oh, dat verandert mijn hele betoog. Mag ik overnieuw beginnen? Ja, precies. Um, en, en, en wat ze daarmee gedaan hebben, is, ze stonden natuurlijk bekend in: we nemen alleen de slimste mensen aan uit de markt. Dus ze namen ook heel veel arrogantie aan. Want die ja. mensen die wisten het allemaal, dus de zekerheid was heel groot. Dus wat ze hebben gedaan, is actief gezocht naar: durven mensen van standpunten veranderen? Durft iemand te zeggen: jij hebt het betere idee? Wauw, ik leer hiervan, wat gaaf. En, uh, en dat heeft ze ontzettend veel, uh, zeggen ze zelf, versnelling uh, gebracht in de mate waarin ze konden innoveren. Ja, omdat het niet graf. ging over wie heeft de langste plasser. Uh, wie weet het het beste. Maar uh, wie heeft er echt met zekerheid een boom gevoeld, of een muur gevoeld, of een slang gevoeld. Maar het ging over: oh wauw, oh, misschien zitten ze wel aan elkaar vast. Hoe zou het er dan uitzien? En, ja. en dat ze dan tot een olifant kwamen. Ja, heel tof. Dus, dus eigenlijk wat, wat je heel vaak uh, merkt, dat hoe er naar gekeken wordt als je je mening bijstelt of je aanpak bijstelt omdat er weer iets is gebeurd en je hebt nieuwe inzichten gekregen dat soort dingen, um, he, wordt het toch vaak gezien als zwak hè? Van, oh, uh, je wist dus kennelijk niet, weet je dat? Maar eigenlijk is dat ju juist heel sterk, want eigenlijk zeg je dan van, nou ja, met alles wat ik toen wist besloot ik dit. En daar stond ik volledig achter. En ja. nu nog steeds uh, kan ik erachter staan met informatie die ik toen had. Maar als ik kijk wat ik nu weet met inzichten van nu... En, en al die andere perspectieven die ik, die ik uh, uh, tot me heb genomen... ja dan, dan ben ik bewust dat ik een andere keuze moet maken. Ja. Um, en dat is dus... Dat voelt alleen niet zo fijn. Nee, het voelt... <laughs> je ego krijgt wel een tikkie. Ja, maar, maar er wordt ook anders naar gekeken ja. door de buitenwereld heb ja. ik het idee. Hè? Ja. Maar eigenlijk is dat gewoon heel sterk. En Google selecteert dat dus ja. gewoon op. Ja. Volgens mij heeft het ook niet met niet zozeer met intelligentie te maken. Nee. Het is een andere vorm van intelligentie, denk ik. Het heeft meer met growth and fixed mindset, denk ja. ik, te maken. Als je Precies. hem, hem daar naar terug wilt halen. Precies. Maar, uh, maar uh, ja, volgens mij is het voor mensen met groeihonger. Extreem goed om bij zichzelf na te gaan. Zeg ik af en toe: wauw, je hebt een beter idee. Ja. Uh, zeg ik dat af en toe? Of, of zeg ik dat nooit? En als je dat nooit zegt, dan ben je niet een ander perspectief aan het verwelkomen. En kom je nooit tot de hele olifant. En ja. ik denk dat dat een hele mooie afsluiting ja. is van deze podcast. Ja. Geweldig. Dankjewel voor het luisteren. Uh, dankjewel voor de mooie legende, Marco. Ja. En uh, tot de volgende keer. Jongens, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar Groeihonger. Volg Jana en Marco op hun socials.